In dit kort instructiefilmpje laat ik je zien wat dat opmaak kopiëren betekent en het verschil is tussen een hard en zacht regeleinde. Ik ga van start met opmaak kopiëren. Stel dat je een regel de juiste opmaak gegeven hebt. Ik geef deze regel nu een eenvoudige opmaak, vet en cursief. En je wilt het op verschillende regels in het tekstdocument gaan toepassen, dan kan je de volgende regels selecteren en opnieuw gaan kiezen voor vet cursief. Maar dat wordt moeilijker als je al veel instellingen qua opmaak gedaan hebt. Ik zal het even verduidelijken. Stel dat ik in deze zin niet enkel vet en cursief had aangeduid, maar ik ga ook als teken bij het lettertype een ander lettertype kiezen. Eentje dat duidelijker is. Century, dat is een duidelijke lettertype. Ik geef het ook een andere kleur. Ik zal het groen geven. Een schaduweffect maakt het een beetje te donker. Dus ik ga het zo even laten. Oké. Stel dat ik een aantal zinnen deze opmaak ook wil geven, dan kan ik dat dus die stappen iedere keer herhalen per zin dat ik dat wil doen. Maar je kan ook gebruik maken van deze optie. Paintbrush opmaken. Dat is wat we bedoelen met opmaak kopiëren. Ik selecteer gewoon opnieuw de zin en ik druk nu dit verfpastje aan. Wanneer het verfpastje ingedrukt is, zal mijn cursor ook veranderen naar een inktpot. Via de inktpot kan ik via enkele kliks woorden in dezelfde opmaak gieten. Dus klik ik hier eenmaal, dan zal dit in dezelfde opmaak verschijnen. Nu, het vervelende is dat het inktpotje terug verdwenen is. Dit komt omdat ik niet gedubbelklikt heb op het icoon bovenaan in de werkbalk. Dit is wat het enige icoon in Writer, wat dat je kan dubbelklikken. En dubbelklikken betekent dat die knop ingedrukt zal blijven. Dus als ik nu de zin selecteer en ik ga dubbelklikken op dit icoon, u ziet eigenlijk niets veranderen aan het verfkwastje. Maar als ik nu ga selecteren verleden, aanwezigheid, steenkoolmijnen, dan ziet u duidelijk dat de verfpotmodus actief blijft. Nu, ook hier kan ik gebruik maken van het dubbelklikken of het driemaal klikken om zinnen of hele alinea's in dezelfde opmaak te zetten. Dus ik kan dat laten zien. Als ik nu hier driemaal zou klikken, 1, 2, 3, dan ziet u dat de hele zin dezelfde opmaak krijgt als mijn oorspronkelijke zin. Stel dat ik hier in het midden deze hele alinea in dezelfde opmaak wil, eenvoudigweg viermaal klikken, 1, 2, 3, 4, en de hele alinea zal in deze opmaak verschijnen. Ik ging u ook even laten zien wat dat het verschil is tussen een hard en een zacht regeleinde. Ik zet daarvoor even de verfkwast uit. Ik laat deze opmaak ook helemaal verdwijnen. Dus ik ga de directe opmaak wissen, zodat u duidelijk ziet. Dit is in lettertype Calibri en heeft geen enkele opmaak. Dus ik ga alles extra in lettertype Calibri zetten, zodat er geen enkel verschil meer is. Ik had u laten zien dat viermaal klikken een alinea selecteerde. Dus 1, 2, 3, 4. Deze is een volledige alinea. Stel nu dat ik voor de zin de naam Genk een nieuwe alinea wil starten, dan druk ik gewoon op de Enter-toets of de Return-toets. Dat doet hetzelfde. Ik ga dat even testen. 1, 2, 3, 4. Dit is een alinea. 1, 2, 3, 4. En dit is een volgende alinea. Nu, u kan het ook zo maken. Dit noemen we een hard regeleinde, excuseer. U kan het ook zo maken dat hier een zacht regeleinde verschijnt. Ik kan u laten zien dat het een zacht regeleinde is door deze knop te gebruiken. Niet afdrukbare tekens weer te geven. Het zijn tekens die, moest u uw document printen, niet zouden verschijnen. Nu, u ziet misschien hier overal een klein puntje staan. Een puntje wil zeggen dat er een spatie gedrukt is op het toetsenbord. En dit teken geeft, wat dat ik zojuist noemde, een hard regeleinde aan. Er wordt een hard regeleinde geplaatst, waardoor dat de volgende zin eigenlijk de start is van een nieuwe alinea. Stel dat ik hier voor de naam Genk ervoor zou zorgen dat zowel deze zin als deze zin tot dezelfde alinea behoren, dan moet ik een zacht regeleinde gaan gebruiken. Ik ga dus mijn hard regeleinde even wegdoen, dus ik druk op delete, zodat mijn zin weer aan dezelfde alinea wordt toegevoegd. En ik ga nu drukken op de Shift-toets, die hou ik ingedrukt, en ik ga dan op de Enter-toets drukken, Shift-Enter, en je krijgt een pijltje eigenlijk naar links. Je ziet dat het een ander teken is. En als ik nu viermaal zou gaan klikken, 1, 2, 3, 4, dan ziet u dat zowel deze zin als deze zin behoren tot dezelfde alinea. Nu, dat kan later handig zijn als we meer geavanceerde technieken gaan zien. Ik zet nu de niet afdrukbare tekens eventjes uit. En dan kan je duidelijk zien, het lijkt alsof er vier alinea's zijn. Deze alinea, 1, 2, 3, 4. De volgende, de derde en uiteindelijk de vierde.
Maar zoals ik al zei, deze en deze behoren tot één alinea. Dat kan ik testen. 1, 2, 3, 4. En u ziet duidelijk, ze behoren tot dezelfde alinea, ook al lijken ze gescheiden door een hard regeleinde. Maar in feite gebruiken we dus, zoals ik liet zien, hier via de niet afdrukbare tekens, een zacht regeleinde. Dit kan ik ook herhalen door Shift-Enter, Shift-Enter te drukken. En dan ziet u, dan lijkt het alsof ik zelfs twee witregels heb toegevoegd. En toch behoort deze zin nog altijd tot de bovenste alinea. 1, 2, 3, 4. U ziet, dit stuk is een volledige alinea.